Nou, fijn Mia dat je ons te woord wilt staan. Het onderwerp van vandaag is dilemma's. En dilemma's was ook het onderwerp wat we hadden gepland voor het Alzheimercafé in 2020. Nou, iedereen weet dat dat niet door kon gaan. En we hopen dat dat het eind van het jaar weer het geval zal zijn. En Mia wil daar graag op ingaan. Kun je allereerst vertellen, Mia, wat zijn dilemma's? Dilemma's, ja, het woord dilemma is eigenlijk een probleem of een situatie waaruit je moet kiezen uit twee vaak onaantrekkelijke alternatieven. Het kan ook aantrekkelijk zijn, maar in het geval met dementie hebben we het vaak over onaantrekkelijke adviezen. Er is geen pasklare oplossing voor. Wil je uit een dilemma geraken, dat is vaak een heel persoonlijke afweging, een persoonlijke keuzes. Een dilemma is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met normen en waarden. Waarden moet je denken aan van wat vind je belangrijk, wat vind je waard om iets na te streven. Denk aan eerlijkheid, oprechtheid, vrijheid, trouw, gehoorzaamheid. En normen, dat is gedrag wat je graag ziet. Hè? Wat vind je belangrijk? Nou, we zullen daar verderop in het verhaal horen dat normen en waarden kunnen botsen. En dan heb je een dilemma. Nou, het lijkt me een hele duidelijke omschrijving van dilemma's. Maar wat zijn nou specifieke dilemma's voor mensen met dementie? En dan ook voor hun familieleden, hun netwerk, hun omgeving, buren. Maar ook bijvoorbeeld bij verenigingen of voor verenigingen waar ze lid van zijn. Ja. Ja, dilemma's, het woord dilemma's klinkt soms al ingewikkeld. En dan heb je het over ethische dilemma's. Denk je, dan denk je aan een groot probleem. Maar vaak zijn het problemen van alle dag. Hè? Want, vertel je iemand die de diagnose dementie heeft gekregen van de geriater. Vertel je dat u hebt de ziekte van Alzheimer of u hebt een vorm van dementie. Bijvoorbeeld als iemand denkt van, iemand met dementie van, ik kan eigenlijk alles nog zelf, ik kan me goed wassen. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Bij verenigingen, merk je bijvoorbeeld bij een koor, van iemand lukt het toch niet meer zo snel om de juiste pagina voor zich te nemen. Ga je dan tegen iemand zeggen van, u bent niet meer welkom op een koor. Of ga je iets anders verzinnen. Dus heel veel dilemma's zijn dingen van alle dag. Bijvoorbeeld iemand met dementie die nog graag op de fiets wil stappen. Maar je weet dat hij misschien de weg oversteekt zonder zijn hand uit te steken, zonder te kijken. Zitten we meteen ook bij het dilemma, de waarden en normen wat ik net zei. De waarde is, je wil iemand die vrijheid geven om zelfstandig te kunnen fietsen. Maar eigenlijk de norm is, je wilt, als je iemand aan het verkeer deelneemt of zelf, moet dat veilig zijn. Dat is eigenlijk, dat is jouw norm. Meteen die botsing tussen normen en waarden, vrijheid iemand laten fietsen en de norm van, het is niet veilig, zo van moeten we dat iemand ontnemen. Dus dat zijn zeker dingen die bij dementie heel vaak spelen. Autorijden is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van, mag in principe geen auto rijden, maar ja, iemand die het zelf betreft, die denkt, ik kan nog heel goed rijden. Ja, hoe ga je daarmee om? Kies je dan voor ook die vrijheid te ontnemen, te zeggen, je mag geen auto meer rijden? Of hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Het is sowieso al lastig om als partner of als kinderen, dat is al een dilemma, van ga ik beslissingen nemen voor mijn vader, moeder? Nou, nu zitten we in de tijd van corona, al anderhalf jaar lang. Dan kun je ook dilemma's noemen die de consequentie zijn voor mensen met dementie nu. Door de corona. Door de corona, ja. Ja, zeker. We kennen natuurlijk al heel veel dilemma's, maar er kwamen er nog meer bij toen we corona kregen. Ik kom bij een echtpaar en die mevrouw die gaat heel graag naar de winkel. Bijvoorbeeld, en dat laat hij haar ook gaan, een pak melk te halen. Maar ze begrijpt niet als ze in de winkel komt, A, dat ze een mondkapje op moet. B, dat ze anderhalve meter afstand moet houden. Maar ook nog een winkelwagentje voor één pak melk. En dan geeft hij instructies als ze weggaat. Maar ja, helaas is ze het al vergeten als ze bij de winkel komt. Dus ook meenemen naar de winkel, samen boodschappen doen. Die man zegt, ik ben continu aan het opletten, want ze... Ze schiet overal tussen, zoals ze daar gewend is. Of iemand die zegt van, waarom mag ik niet kaarten met mijn vast kaartclubje?
Hè? Moet je het dan toch door laten gaan? Of moet je zeggen, nee, het kan niet. En iedere keer opnieuw zeggen van, het kan niet. Mensen die gewend zijn om je een hand te geven als je komt of als je weggaat. Het zijn allemaal dingen, heel raar als je dan zegt, oh, ik mag geen hand geven. Of ik moet afstand bewaren. En wat ook heel lastig is, merk ook dat hè, van één bezoekregeling. Ja, je kunt niet tegen je partner zeggen van, goh, ik ga alleen op pad. Of ik heb om één man bezoek ontvangen. En steeds ja, dilemma's die, ja, die gewoon heel veel spelen nu. En wat het heel lastig, maar extra lastig maakt allemaal. Ja. Ja, het maakt voor ons het al heel ingewikkeld. Ja. Dus laat staan dat het ook nog voor mensen die het ja, wat minder goed begrijpen. Omdat het steeds nieuw is. Steeds opnieuw moet je uitleggen waarom iets niet kan en waarom ze niet naar de winkel kan. Ja, want je kunt zeggen, laat ze toch naar de winkel gaan. Maar je wilt ook niet dat iemand te kijk staat steeds. Dat die steeds aangesproken moet worden. Hè? We hebben gelukkig wel steeds meer winkels die daar ook hè, dementievriendelijk zijn. En ook hè, waar je ook kunt melden om een partner heeft een dementie. Maar goed, dan nog is het natuurlijk, ja, kan het pijnlijk zijn als je partner steeds aangesproken wordt dat ze zich niet aan de regels houdt. Ja, dan is het soms van, goh, dan laat ik ze liever niet gaan om dat te voorkomen. Dus dat, ja, dat speelt nu zeker. Ja. Jij noemt al allerlei tegenstrijdigheden waar mensen tegenaan lopen. Maar kun je ook nog tips geven die mensen in de omgeving van burgers met dementie kunnen bieden? Ja, het bespreken, het erkennen van dat er een dilemma is. Hè, en kijken van, goh, wat is nu belangrijk voor iemand? Je wilt eigenlijk het beste voor degene met dementie. Wat zou die nou fijn vinden? Wat willen we behouden? Dus het bespreken van, goh, voor welke keuze staan we? Welke risico's kun je lopen? Hè? Zo van, goh, zeg je toch van, goh, het voorbeeld van net die mevrouw in de winkel. Ja, laten we ze toch gewoon de winkel ingaan en met de kans dat ze aangesproken wordt, hè? Opnieuw aangesproken wordt of dat mensen haar vreemd aankijken. Omdat je het van de buitenkant natuurlijk niet ziet dat iemand de dementie heeft. Dus ja, bespreekbaar maken, wat ik net ook zei, in de winkels ook bespreekbaar maken of aangeven, goh, mevrouw komt hier wekelijks in de winkel, weet dat ze een vorm van dementie heeft. Die mevrouw kan bijvoorbeeld ook niet pinnen. In coronatijd was verwacht iedereen pint. Hè? Hij zorgde altijd dat zij contant geld had. Dus leg dat ook uit hè, in winkels waar mensen komen. Maar ook, ja, vereniging ligt natuurlijk nu allemaal stil. Hè. Dat is natuurlijk, ja, daar heb je dan niet zozeer. Maar ook buiten corona, bij verenigingen, van bespreek het ook. Van, goh, iemand kan misschien niet meer snel het juiste liedje vinden. Kunnen we niet kijken van, is er iemand anders die even meekijkt? Dus ja, je moet het wel bespreekbaar maken. En dan samen kijken welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Of oplossingen. Ja. Ja, lijkt me al een heel helder voorbeeld voor onze maatschappij. Zou je nog iets toe willen voegen rondom dilemma's? Wat je nog graag kwijt wil? Ja. Of wat je belangrijk vindt om nog te delen met de kijkers? Ja, dilemma's is echt heel ingewikkeld. En geeft heel veel zorgen bij mantelzorgers. Welke beslissing moet je nemen? Dus we proberen al die dilemma's. Ik zeg al, maak het bespreekbaar. Zoek naar, weeg de alternatieven die er zijn. Staat veiligheid in het gedrang, bijvoorbeeld met autorijden of met omgaan met gas bijvoorbeeld in huis, maar wel of niet zelfstandig koken. Ja, veiligheid staat voorop en dan moet je soms ook wel eens een beslissing nemen die dan misschien tegen je gevoel indruist. Je zegt van, nou, het moet nu echt, we moeten een keuze maken. En dan is weer de manier waarop doe je dat. Hè? Wat ik zelf vaak gebruik, bijvoorbeeld met autorijden, zeg ik van, goh, is er niet een kleinkind wat misschien nu net het rijbewijs heeft, zegt van, goh, opa of oma, zou ik de auto's mogen leren, ik moet naar school. Zijn ze vaak toch geneigd om te zeggen van, oh ja, dan. Hè? En uiteindelijk gaande de weg zie je dan wel eens dat die auto uit beeld raakt. Hè? Of dat je, ja, in het ergste geval moet je hem wel eens onklaar maken. Hè? Dat je zegt van, goh, nee, hij rijdt niet of hij moet gekeurd worden. Soms is een leugentje om bestwil de manier. Hè? Pas was ik bij een echtpaar, die mevrouw, de partner, die zei vanaf nu stap ik niet meer bij jou in de auto, voortaan rij ik. Ik vond het heel dapper, het was echt heel. Maar het kwam wel binnen ook bij die manier. Dus ja, het is ook heel afhankelijk van,
ja, wie je voor je hebt, hoe mensen natuurlijk eerder met elkaar omgingen. En ook wat mensen natuurlijk nog wel begrijpen. En soms kun je het ook uitleggen, hè, van het is niet meer wijs. Oh, is het toch verstandig dat u niet meer auto rijdt om die en die reden. Dus eerst natuurlijk altijd het gesprek zelf aangaan. Ik zou bij een aantal voorbij gaan, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar als je merkt dat informatie niet binnenkomt, dan moet je goed met elkaar gaan wegen. En het helpt als je dat samen doet. Samen met je kinderen of samen met ons als ouderverpleegkundige. Hè, dat je zegt van, goh, nee, u hebt een goede keuze gemaakt. Dus dat bespreekbaar maken. Want als je ermee door blijft lopen, ja, dat geeft dat heel veel kopzorg. Ik zeg al, krijg je buikpijn van. Dus dat, en dat moet je voorkomen. Nou, hartstikke duidelijk verhalen, denk ik, Mia. Dank je wel. En wat zou het toch geweldig zijn om hier eind van dit jaar weer volop aandacht aan te kunnen besteden in het Alzheimer Café in Kuik. Nou, dat gaan we dan in ieder geval doen met Lisbeth Joosten, ouderenpsycholoog of psycholoog in de ouderenzorg, maar onder andere ook bekend als schrijfster van Help me herinneren. Zij zal dan de gastspreker zijn. Jij zult haar interviewen als deskundige, als ouderenverpleegkundige, als case manager van het dementieketenteam. Ik zal erbij aanwezig zijn als gastheer om te zorgen dat iedereen een kopje koffie en een kopje thee krijgt. Welkom wordt geheten en ik hoop dat er veel bezoekers naartoe zullen komen. We maken de datum bekend zodra het kan via onze bekende website en onze flyer. En ik hoop dat we daar veel mensen mogen ontmoeten. En hebt u geïnteresseerden die mee willen komen, die zijn uiteraard ook van harte welkom. De toegang is gratis en we ontmoeten u graag. Tot dan.